We gaan nu naar Frans Jansen. En daar ben ik maanden geleden terechtgekomen voor de boodschappen te doen. En ja, daar kom ik nou ook één keer in de week of twee keer in de week zo nog eventjes langs. Een praatje maken, nog wat helpen met dingetjes uitpakken. En vooral een praatje maken, laten we dat dan maar even zeggen. Dus hier is die. Kom, maak me de deur open. Mijn vrouw is 22 februari overleden. En toen was ik helemaal weg. Ik zat al in de put. Ik was al ziek. Maar toen heeft het me werkelijk genekt, om het zo te zeggen. Toen kon ik niet meer. Ja, het lukte gewoon allemaal niet meer. Het lukte niet meer. Ik ben nog niet zo lang geleden verhuisd. Hoe nou, een maandje, vijf, vier. Ik ging met de hele buurt om. Dat was altijd fantastisch en mooi. Maar toen ik ziek werd en later toen mijn vrouw overleed, toen kende me niemand meer, ik zag niemand meer. En dat is gewoon uitgestorven. Ik ben ook iemand die altijd maar gaat bellen, hé, waarom kom je niet meer? Hé, waarom? Doe ik niet. Ja, ik ben met de auto, dus echt koud. Te koud nu voor met de scooter. Goeie week gehad? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, rustig aan, voorzichtig. Ja. Ja. Het was waard, maat 42, weet je. En een vliesdeken. Oké, okay, je hebt het koud. Ja. Ik vind het heerlijk. Als ik binnenkom en dan zie ik nu, op dit moment zie ik al de Frans hoe hij zich voelt. En dan, dat vind ik het heerlijk als ik naar buiten ga, dat hij toch even heeft kunnen lachen. Je begint bij iemand met boodschappen doen en je merkt dat er gewoon veel, veel meer speelt. Het is niet alleen maar boodschappen doen. En een luisterend oor is voor mensen gewoon heel belangrijk. Nee, voor mij staat niks meer open nu. Degene die daar interesse in heeft, die kan mij dan appen of bellen. En dan bespreken we verder hoe en wat. Ja, en dan breng jij ze in contact. Ja, ja, dan zorg ik dat hun bij elkaar komen. Dat ze een afspraak hebben gemaakt. En ja, meestal twee weken daarna heb ik nog even van hoe is het gegaan. Als er problemen zijn, kunnen ze ons altijd bellen en bereiken. Van Caritas, wat we toen met de kerstmis ook hebben gehad. Ja, dat is goed. Dan ga ik dit deze week halen en dan kom ik van de week nog eventjes voor de gewone boodschapjes, hè, voor het eten. Geweldig, mij. Ja? Ja. Oké. Okay.